lange is een keer, hè. Nou, ik kan het vertellen, hè. Dat geloof ik gewoon niet. Geloof niet dat een beer dat hij mij heeft. En toch is zo, hè. Zijn ik verlist in Brussel, hè. Nou, wel jong, kan ik er zo'n paar met hem tegen mij, een paar kleine mannen. Die begint er tegen mij een beeld tussen te doen. Oh, ik zeg met hem, ga een kleine mannen niet uit baard, hè. Dan, ik zou mijn gang nogal gaan, hè. Ja, zei ze, ik zie het kleer. Zeg, ik zal een besloten kleer komen. Godverdomme jongen, maar daar heb ik toch wat voor me gehetsen. Was dat toch die van de Laurent zeker? Ja, je kent hem, die er met zijn hondjes. Ja, wacht even met Sefken, Paffet ook nog altijd. Misschien is wij, hè, is gewoon Sefken, hè. En, vervoerde gewoon. Ja, ze komen dat te weten, hè, jongen. Ja, en dan weet ik het ook niet, hè. Gong die naar binnenpakken, meneer Klaarmannen? Of gong die niet binnenpakken? Die Laurent, jongen, ik vind dat zo geen slechte zin, daar kunnen we nog eens mee lachen. Hij raadt er wel met een feffe, zo'n ding is, je weet dat wel, hè. Zo'n sportwagen, hè. Een Rari of zoiets. En nog van die auto's, dat is tenminste nog een plezante. Goh, had ik het dat geweten, ik had nooit aan Laurent zijn vrouw gewist, hè. En ik kan nog voor die grap komen. Ik zal wel eens kleren laten komen. Ja, ze. Het is na zondag. Ik kon er nog eens over nadenken. Misschien moet ik die eens bellen. Misschien moet ik er eens met zo'n psychiatrus gaan. Psychiaters. Of noem dat een psychiater of ik weet niet. Zo voor een beetje dat gezin terug te herenigen. Misschien doe ik nog wel iets voor het land. Want voor de rest. Blijven al dat die zelfs de lamzak zijn, hè, mannen. Allee. Geniet van alle zondag en salut, hè.